Goedemorgen, welkom in een nieuwe video. Ik heb een probleem eigenlijk. Ik heb geen materiaal voor mijn nieuwe vlog. Dus het hangt af van vandaag. Want ik moet vanavond deze alweer editen en dan morgen plaatsen. Dus we gaan het zien. Het is woensdag en ik heb 2 meetings vandaag. 2. Ik moet nog douchen zoals je ziet. Dus dat ga ik nu doen. Even frissen. Oké, ik ga douchen. Dit is het geworden. Een top van Arket. Broek 100. Heel oud. Maar echt mijn lievelingsjeans. De schoentjes zijn van Zara. En nu is het heel erg, want ik heb helemaal verrotte teennagels. Mijn gel lak is helemaal af. En een tasje van Celine. Mijn bril is van Saint Laurent. In je oordopjes. Let's go! In de hoekstraat samen met Camille. Hallo. Hallo. Hoe gaat het? Hongerig. Goed toch? Ja, we dachten van een beetje balans hier ook. Wel frietjes, maar ook groenten. Dat was nice. We gaan door naar de volgende meeting. Oh, ik haat buiten filmen echt. Ik ga het nu ook mee stoppen. Snelle nasi gedraaid voor mijn jongens. Witte nasi. Tafeldekken. Dan ga ik ze halen hoor. Dan komen ze weer bij mama. Tafel gedekt. Het is 5:10. Netjes Jamie, netjes. Netjes, allemaal weer op tijd. Jongens, kan je ons even niet aan de praten krijgen? Mama's baden van de wezen. Moes kan je aan de praat. Zeg eens. Zeg eens iets. Elba. Nee, die dacht iets leuks tegen de kijkers. Ik ga eten. Iets maken met mij. Bedankt. Ik heb de blauwe sterrenband. Kijk maar. Ja. Een sterrenband. Ga maar zitten, schat. Weet je wat je sterrenbeeld is? Een konijn. Ja, ik ben een slank, hij is een geit. Kijk de goat. Even peperduur. Ja, ik hou ervan. Gooi die hele pot uit. Nee, dan ga ik direct naar de wc moeten. Jongens, ga je poepen. Diarree. Dan heb ik al een diarree. Ja. Vooral toen je baby was. Maar het is niet echt een werkwoord. Dus echt heb ik al een keer diarree gehad. Ja, wel vies onderwerp thuis gegeten. Ja, waarom is het diarree? Dat weet ik niet. Er is ook een ander woord voor, hè? Wil je het weten? Ja. Scheiterij. Zullen we een ander onderwerp aansnijden? Want hebben echt belangrijk? Nee, is wel een ander onderwerp, want ik vind het wel een beetje vies zo thuis eten. Ja, dan heb je opeens geen zin meer om te eten. Precies. Het wordt wel echt tijd dat we een nieuw koffieapparaat nodig hebben. Ja, dat vind ik hartstikke goed. Ja, maar het wordt wel tijd. We hebben nu al wel echt heel lang. Ja, maar als hij het nog gewoon doet, dan hoef je geen nieuwe, toch? Dat is wel oud. Ja, maar dan zitten jullie ineens op ons koffieapparaat te haten. Ik ben genaamd. Ik wil gewoon een koffieapparaat. Eeuw! Dat is zo onbeleefd. Ik kan echt niet puffen aan tafel. Ik kan het ook nog in je neus kunnen doen. Nee. Zo hard lach je hierom. Ik vind het grappig hoor, ik lach niet. Nee, ik ook niet. Nee, je echt niet meer doen, dus niet netjes, oké? Okay? Nee, lach wel. Len, laatste waarschuwing. Hey. Lenny, je bent net gedoucht, gedraag je. Ga verder eten, want je zegt dat je met alles als laatste bent vandaag en ik weet waarom. Er zit eten in je haar. Dat komt door jou. En hond heeft vandaag heel stoer. Wie? 2 hondjes. Wie dan? AJ Peer en AJ Jonas. Jonas? Nee, AJ Peer en die andere Jonas. Appels. Zijn jullie heel stoer tegen ons? Ja. Maar waren het kindjes van de andere bezo? Nee, we waren gewoon kinderen die gingen spelen daar. Ja, hier. Hoe oud waren ze dan ongeveer? Eén was 5 en eentje was ook 5. Ik weet niet veel oud ze waren. Alex en ik waren even buiten de hek, want Kai mocht niet. Dus toen gingen ze stoelen tegen Kai, toen keek ik. En toen keek ik naar ze en toen zei ik, wat denk je dat je aan het doen bent? Mijn broertje plagen. Toch? Oké, dus jullie nemen het wel voor elkaar op. Hey George! Hello. Kom je er ook bij? George, wil je van tafel? Oeh, ik wil me ook lekker hapje. Oh, ook nasi. Ja, goed voor jou. Wat voor een ijsje? Nee. Oh, maar jullie zeiden dat je vol zat. Zin in een juice. Ik ga een hele domme juice maken. Ik denk ook echt dat het super funky wordt. Het gaat allemaal echt goor zijn bij elkaar. Ik begin met bietjes. Want het wordt een klierenboel hoor. Oh, en een beetje spinazie. Ja, dat wordt funky as fuck gewoon. Ik richt hem even op de juicer. Dit is Alain's nieuwe speeltje. Dus dan, ja, dan gaan wij er ook mee spelen. I can't live. Living is without you. Can't live. Living is without you. Ik ga hem aanzetten. Nieuwe. Zo goed. Ja. Pure sap. Dice. Dat waren de bietjes. 4 stuks haal je zo'n 200 milliliter. Gooi je er een appeltje in. Lekker. Flikker dit er gewoon in met klokhuizen. Geef maar voor de bite. Slot een citroentje voor het zuurtje erin. Hè? Roeren hè. Kleur ook echt. Gadver. Smaakt dit naar bloedworst. Nou, even proeven. Oh, dat is gewoon vet lekker. Dat is gewoon vet lekker. Mag nog een beetje gember in. Gaan we doen. En proeven, hè? Ja, nu is hij goed. Oeh, nu brandt hij. Lekker. Heerlijk. Nou, we gaan alleen hem zo schoonmaken. Want dat moest ik vanmorgen doen. Dan mag ik nu al even lekker doen. Ja, juice voor meneer. Lava, lava. Hij heeft de kleur van cola. Maar het is geen cola. Hallo schatje. Hallo lekker ding. Kijk, ik maak volle glazen, G. Zo ben ik. Net zoals dat ik volle zalen trek. Love, love, love. Hoe ging je praatje? Goed. Mijn ook. Ja, ik praat de hele dag met meneer. Deze zo takkie, takkie, takkie. Cheers. Cheers. Oeh, gember. Lekker hè? Wauw. Oké, lekker, lekker. Ben je aan het liegen? Nee, ik vind hem gewoon een beetje dik. Hoezo is het, is het niet zo lekker waterig? Door de appel. Ja? Ja. Ik doe zelf nooit appel. Sorry voor deze onwijs gekke vlog, maar... Oh, lekker. Even positief bekijken, er was er wel één. Bedankt voor het kijken en tot de volgende. Doeg!